Nederland heeft een toezegging gedaan om Suriname tussen de 500.000 en 750.000 vaccins te schenken. Dit zei minister Amara Madin van Volksgezondheid in gesprek met onze nieuwsdienst. De geschatte levering van de schenking vanuit Nederland komt binnen 3 weken aan in Suriname. De bewindsman is van mening dat als Suriname uit code paars wilt geraken, het van belang is dat de samenleving haar eigen verantwoordelijkheid in handen neemt. Dit kan geschieden door zich massaal te laten vaccineren, meent de bewindsman. Geschatte levering is dan na de 3e week van juni, of medio juni, 3e week juni, dat zullen we nog vernemen. Maar we krijgen ze ook inderdaad in tranches. Dus voor ons is het uiteraard, zou je hopen dat je eerder hebt, want hoe eerder je hebt, hoe sneller je kan vaccineren. Maar we houden ook rekening mee, we zijn dankbaar eerst, dat wij op zo'n korte termijn vaccins kunnen krijgen. Heel veel landen hebben nog niet eens toegang tot vaccins, een aantal landen. Simpelweg omdat het heel moeilijk is. Maar we moeten dankbaar zijn en ik denk dat wij deze tijd dan moeten gebruiken om alles gewoon goed voor te bereiden. Maar ook de vaccinatieinformatie naar mensen toe te verhogen. En mensen het bewustzijn rondom die duurzame bescherming die vaccins bieden te garanderen. Volgens de minister heeft Nederland ook de toezegging gedaan om Suriname te ondersteunen met medische specialisten en verpleegkundigen. Ramadin zegt verder dat de medische specialisten van de diverse ziekenhuizen continu nagaan hoe patiënten opgevangen kunnen worden. Los van IC-bedden ook nog high care, medium care en low care bedden op te zetten op verschillende afdelingen. Dat gebeurt al, niet nu, al weken met de mogelijkheden. Want iedereen die zoveel mogelijk ondersteund moet worden, behandeld moet worden, moet een plek ergens vinden. Maar helaas, we moeten op basis van onze huidige IC-capaciteit en de bezetting ervan, heb je soms dagen dat er geen bedden beschikbaar zijn. En het is heel jammer om dan te zien dat op dat moment er 2, 3 mensen of misschien iemand komt en ook in die positie is als al die andere 36 personen die in de IC liggen en er geen vooruitzichten zijn op het vrijkomen van een bed. Dat je met alle mogelijke middelen, alle mogelijke behandelen en opvangmogelijkheden de mensen probeert te helpen, vaak met het noodlottige gevolg. En dat is helaas de pijn die COVID-19 geeft aan velen van ons. En daarom dat ik focus op de samenleving van probeer dat te beseffen. De plannen zijn eigenlijk dat wij ondersteuning krijgen op diverse fronten. Namelijk mensen, dus gekwalificeerd personeel, medisch, medisch apparatuur, verbruiksartikelen, PPE, zuurstof, maar ook vaccins. Dus deze plannen zijn allemaal nu opgepakt door beide regeringen, beide ministeries die in detail nog zaken moeten uitwerken. Minister Amara Madin van Volksgezondheid. Hij benadrukt dat iedereen de COVID-19 maatregelen in acht moet nemen. Want, zegt hij, als de situatie zo blijft, gaat de zorgsector er nog zwaarder onder lijden.